Wat ik wel link vind is dat stel dat er een keer een echte dreiging tussen zit. Hè, wat doe je dan? Want je kunt alles nu wel gaan bagatelliseren... Uit ja, het zijn meisjes van 13. Uh, maar, maar stel dat het een keer echt zo is. De afgelopen periode duiken er opvallende berichten op. Middelbare scholen worden bedreigd, sluiten om die reden soms zelfs hun deuren. En wat blijkt enige tijd later: een minderjarige is als verdachte opgepakt. In twee van de drie gevallen weten we, ging het om meisjes. Meer krijgen we vervolgens niet te weten, de berichtgeving blijft heel eendimensionaal. In Breda kunnen de middelbare scholen morgen toch gewoon open. Op sociale media ging gisteravond een bericht rond dat er op die scholen geschoten zou gaan worden. Dan houdt de politie verschillende middelbare scholen in het land extra in de gaten. na bedreigingen die online rondgaan. Onder meer in Nijmegen en Rotterdam, maar ook in Vlaardingen en Maasluis. Scholen in Lelystad, Almere, IJsselstein, Den Bosch en Breda kregen al eerder te maken met online bedreigingen. De politie houdt rekening met kopieergedrag. Je ja, weet dus veel hè, als je het zo op een rijtje hoort. <laughs> ja. Zag je me zuchten? Ja, nee, ja, ja het is uh, ja, wonderlijk nieuws eigenlijk. Ja. Ja. En de berichtgeving, zei ik al, blijft een beetje op de vlakte. Dus het blijft heel feitelijk. Ja. Wat zou jij hier meer over willen weten? Hmm. Uh, ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk toch echt ge geïnteresseerd naar die drijfveren van deze meisjes. Die mm -hmm. zou je toch echt wel graag aan het woord willen horen. Ja. Dat is toch het eerste waar ik aan denk. Ja. Uh, ja, God, ik denk allemaal dingen tegelijk. Want het is natuurlijk ook. Het zijn pubers, we hebben het over. Die doen natuurlijk wel meer gekke dingen. Deden mm -hmm. wij, denk ik, vroeger ook. Uh, dus je kunt je ook echt afvragen hoeveel gewicht moet je eraan uh, hangen. Maar goed, dat weten we dus niet. Dus in nee. principe, als die bedreigingen binnenkomen, uh, ja, dan moet je daar natuurlijk iets mee als school. Mm -hmm. Dus dat lijkt me. Dat is wel een ingewikkeld dilemma. Eigenlijk. Ja, toch? Het is ja. iets wat gebeurt. Dus ja. uiteindelijk komt het ook bij de media terecht, Jan. En moet je daar bericht, uh, over berichten? Welke verhalen mis jij? Nou ja, je, je weet niet uh, wat je net zei. Je weet niet wat hun drijfveer is. Waarom doen ze dit? Wat, 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 waar, waar komt hun inspiratie vandaan? Wat die inspiratie ook mogen wezen. Mm. Dus ik zou het best wel interessant vinden om. Iemand, een gedragswetenschapper, uh, daarover uh, aan, het, aan het woord te horen. Mm -hmm. Die dat misschien een beetje kan verklaren. En waarom ja. zijn het meisjes? Ja. Uh, in twee van de drie gevallen, in het de de derde gevallen. geval, wat vandaag bekend was, weten we dus alleen dat het een minderjarige is. Ja. Um, wat is een inspiratiebron? Ja. En, en is het de kick Of is het? Maar ik vind wel ik vind het wel heel gek. Ja. Het is opvallend toch sowieso, denk ik dat het drie minderjarigen zijn, Rudy. Dat is al een. Ja, een trend, zou maar, je kunnen zeggen. Ik vraag me vooral af... Hè, in de duiding wordt toch wel een beetje verwezen naar... Hè, in, in deze tijd met sociale media is het mm -hmm. veel makkelijker... en er wordt bijna ook een beetje de schuld gelegd bij de sociale media. En ik vraag me dan af, ja, is het een technologisch probleem of een maatschappelijk probleem. Het is misschien een beetje kip ei, maar wat kwam eerder zeg maar? Hè? Die drang is er maatschappelijk iets mis waardoor jonge mensen dit menen te kunnen doen, mm -hmm. of is dat de techniek die dat mogelijk maakt en waardoor ze het maar gaan doen? Ja. ja, ik vind dat wel ingewikkeld inderdaad. Ja, maar mis je ook het gesprek hierover in media? Ja, het wordt. Het, ik vind het vrij eenzijdig uh, belicht. Um, maar wat is nou echt in, ja, wat, wat jullie ook zeggen. De, wat zit daar nou achter? Mm -hmm. En is dat iets van deze tijdsgeest of was er dat al en komt dat nu met? Het is met wel die dat uit? nu om te doen. Ik bedoel, zo even terug aan onze tijd. Ja, je had alleen maar de telefoon. En dan kon je bellen naar de politie. Ja. Uh, en dan, nou, je kon, ja, een deed je kon nog een brief sturen. Oh ja, weet je kon nog, nog een brief sturen. Fax was er nog niet in mijn tijd. Met die geplakte letters de geplakte uit de, de ja, ja, ja. tijd. Ja, het gaat nu wel veel gemakkelijker. Weet je Tuurlijk, wel. En, het is Snapchat volgens mij. Hè. Dat is die, dat is zo, ik gebruik het zelf niet, maar dat, dat is zo'n laagdrempelig medium. ja. 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 ja, dat heb je zo gedaan. De, de, de politie zegt rekening te houden met copycat-gedrag. Ja. Uh, dat betekent dat personen dreigementen uiten via sociale media. in navolging van eerdere verstuurders. Ja. soortgelijke dreigementen. Ze doen elkaar een beetje na eigenlijk. Ja. Um, goed, dat gebeurt dan op sociale media. Maar uiteindelijk uh. komt dit nieuws dus ook in de reguliere media. Moeten wij ons toch ook aangesproken voelen? Of zeg je: nee, sorry, dit gebeurt gewoon. Dit moet je gewoon plat verslaan. Of moet je daar misschien terughoudend in zijn, omdat je weet, zodra je erover bericht, kan dus copycat-gedrag ontstaan? Nou, ik vind wel dat je dit moet verslaan. Je hoeft er niet heel erg over uit te wijden, behalve dat ik wel behoefte zou hebben in een weekendbijlage over wat achtergronden rondom dit hele gebeuren. Maar mm -hmm. je moet het wel verslaan, daar zijn wij voor. Uh, dus nee. Ik zou niet weten waarom we dit niet zouden doen. Kijk, ik weet dat we altijd terughoudend zijn als het gaat om zelfmoord en dat soort dingen. Hè. Daar, dat, doen we, dat vind ik ook terecht dat mm -hmm. we dit. Uh, maar ja, als we dit ook niet meer mogen brengen, omdat we bang zijn. En wat ik wel link vind, is dat stel dat er een keer een echte dreiging tussen zit. Hè? Wat doe je dan? Mm -hmm. Want je kunt alles nu wel gaan bagatelliseren. Ja, het zijn ja. meisjes van 13. Uh, maar, maar stel dat het een keer echt zo is, ja. hoe onderscheid je dat dan? Ja, maar jij zegt dus, het, is, uh, het zou mooi zijn als een, als een voor een achtergrondstuk. Dan ja. ik even naar EME. Want ja, jij bent het magazine, jij zit op de achtergrondstukken. Hebben, ja, ik ja, zou iets moet voor jullie zeggen. Even nadenken, kijk, je moet er misschien even afwachten wat het gewicht hier ja. van dit is. Hè. Ik bedoel, maar hoe uh, weeg je dat? Ja, God, uh, door er zo over te praten, mm -hmm. en te kijken hoe groot het is, uh, wat voor effect heeft. Heeft het, uh, in de maatschappij, om het zo maar even mm -hmm. te noemen. En tegelijkertijd zou je bijvoorbeeld... je zou het ook breder kunnen trekken. Kunnen denken, oké, okay, wat doen jonge mensen nou op social media? Uh, ja. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen... door inderdaad, wat ik aan het begin ook zei... Mm -hmm. met jonge mensen zelf te praten. Ja. Dat, vind ik, dat kan interessant zijn. Dan hoeft het niet expliciet over deze zaak te, te gaan. Mm -hmm. Maar gewoon over wat gebeurt daar, waarom doe je dat? Uh, wat zijn je drijfveren? Dat kan een leuk gesprek opleveren. Ja, want het, waarmee je een wereld bekijkt... waar wij gewoon niet zoveel van afweten... Ja, en ook, ik weet niet hoe het met jou zit. Jij hebt ook een kind. Volgens mij hebben wij kinderen ongeveer in dezelfde leeftijd. En ik krijg met regelmaat een berichtje van school of van de opvang. Let op, er is een appgroep waar je kind ongevraagd ingezet wordt. En er worden berichten gedeeld die eng kunnen zijn of naar kunnen zijn. Krijg jij die berichten ook wel eens? Mm, nou, eng na de berichten niet. Maar ik, mm. ik merk wel dat het gewoon. Er speelt zo gewoon een hele wereld op die ja. telefoon af. Yeah. Uh, ik heb tegen mijn dochter gezegd: ze is tien, ze wordt elf volgende week. Ik ga gewoon tot je achttiende in je telefoon kijken. Ik weet mm -hmm. niet hoe lang ze dat gaat tolereren ik heb gewoon gezegd ik doe het want ik wil weten wat daar gebeurt oh, ja. uh, dus volgens mij is dat wel iets waar ouders soms vergeten uh, op te letten het is gewoon ja. een heel universum uh, wat heel makkelijk het, wat ik net al zei laagdrempelig is en er gebeurt veel mm -hmm. mensen kunnen elkaar opjutten kijk ik moest denken aan op mijn middelbare school stonden we op een vrij uur echt met een telefoon teken, te bellen naar een gratis nummer dat vonden wij dan heel grappig Kreeg je mannen aan de lijn of zo dat soort spanning je wilde seksnummers van nee, volgens mij het was niet letterlijk seks maar wel je, waar, je, je Hallo, dat vonden wij echt gieren van de lach. <laughs> Ik bedoel, volgens mij zit dit er heel vaak achterbij. Uh, uh, pubers. Ja. Maar dat wil je dus eigenlijk weten. En je, volgens mij moet je daar proberen een soort grip op te ja. houden. En Als verwacht ouder. je dan in die zin ook iets meer houvast van, van de media? Ligt daar nog een verantwoordelijkheid of een, een mogelijkheid voor media om hierover te berichten? Op die manier ook. Van, dit is dus dit is die parallele wereld waar onze kinderen in leven. Ja. Um, en dit ja, is ja, wat, wat, wat al zegt, gebeurt, ik al zei, En ook hoe je ermee om ik moet ik, gaan. Wel, uh, hey, ik ga de telefoon van mijn uh, dochter in de gaten houden tot ze 18 is. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar uh, tot, tot, <laughs> tot 14 misschien wel. Ja. Ik vind dat heel goed. Weet je wel, ja. en maak het bespreekbaar. Maak ja. het bespreekbaar in de klas. En dat je dat niet doet om haar te checken, maar dat je het doet om haar te beschermen. Uh, ja. Laat ze vooral zelf, weet je wel? En die informatie, die rol hebben wij wel, maar dat gaat dan via de scholen. Is geef uh, kinderen goede informatie als je vindt dat er iets gebeurt op je telefoon... meld het bij je ouders of bij een leraar of ja. weet ik het wat. Ja. Uh, ik vind dat heel goed. En, ja. en er zijn natuurlijk heel veel ouders die dat allemaal maar laten lopen. Maar ja, dan is het kwaad vaak al geschiet. Ja, en ik dacht net nog een dingetje toen je zei... Van, moeten we erover over berichten? En toen dacht ik, ja, wat ook wel goed is om te lezen... of om te uh, horen op, uh, voor die uh, jonge mensen... is dat het ook een effect heeft dat de politie achter je aankomt. Dat je niet dit zomaar ja. kan doen. Ja. Volgens mij is dat ook een onderdeel ja. van de berichtgeving. Ja. Het heeft consequenties, ja. Ja, en, en dat het dan tienermeisjes zijn... dat moet toch ook weer niet onderschatten, want je ziet ook een soort van opkomst: uh, hè, dat, dat jongens van 13 messen bij mm -hmm. zich dragen en dat er ook echt steekincidenten zijn. Ja, in ja. mijn tijd, ik. Ja, ik, dat was echt niet zo, zeg maar. Nee. Uh, het is overigens ook niet alleen voorbehouden aan meisjes. Uh, onze redactie heeft het even opgezocht ook. Uh, in november is nog een jongen van veertien opgepakt. voor dreigen met aanslagen op scholen rond Rotterdam. In april uh, van dit jaar nog twee minderjarige jongens aangehouden. in verband met het sturen van een dreigmiddel naar een middelbare school in Zaandam. Oh. Maar het zijn dus wel allemaal minderjarigen. Het zijn niet alleen de meisjes. Heb niet... <laughs> <laughs> ja, je nou opgelucht, Jan? Of niet? Ja, gelukkig. <laughs> ja, nee. Wil je meer van het Mediaforum zien, klik dan hier voor de andere video's van spraakmakers of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.